Yes, dames en heren, welkom bij deze nieuwe video van mij, Wesley. En vandaag gaan we onze eerste blik op het nieuwe Formule 1-spel werpen. En gaan we een beetje kijken wat we nou van. Gaan we gewoon een beetje kijken wat we van het spel vinden, wat er nieuw is. Ja, dat soort dingetjes allemaal. Dat gaan we even allemaal bekijken. Misschien dat ik nog een race doe, moet ik even zien. Maar we gaan sowieso even wat nieuwe dingen uitproberen. Kijken wat het allemaal is. Wat er allemaal nieuw is. Dus ja, dat gaan we nu doen in de nieuwe Formule 1 2023. Ben best wel benieuwd. Ja, dit soort dingen is allemaal. Ga je meestal even aan het begin. Oh, dan krijg je eerst nog privacy en EA inlog, game, gamma correctie, crossplay. Ja, crossplay? Laat ik zo. Gewoon aan. Titeling uit. We zitten erin. Wacht even. Opties. Die heel erg uit de muziek. Zo goed zijn. Ja, we zitten erin. En wat mij opvalt is dat er een winkel is, die is nog niet beschikbaar. En competitieracen, ik heb echt werkelijk geen idee wat dat is. Even communiceren met de online service. Ja. Formule 1 heeft een winkel. En wat. Ja, dat had vorig jaar ook. Dit is niet heel veel nieuws. Dit zijn. Dit zijn gewoon dansjes. Ja, juich. Dingen, karakters, handschoenen, helm, kleding, badges, badges in wagens, liverymakers, sponsors, persoonlijke stickers. Meer van auto. Racekleding kun je maken. Wat is dit? Oh, dit is van de lobby of zo. Nog meer kleding. XP boost. 3 dagen. Ja, dat is denk ik meer voor. Voor iets DLC in Bitcoin staat. Oh, hier kun je die coins kopen. Voor 31 euro, 17 euro, ja, voor 35 euro, 19 euro, 9 euro, 4, 19 en 2 euro. Niet doen. Geld kun je ook een andere ding uitgeven. Competitieracen. Wat is competitieracen? Daar ben ik heel benieuwd naar.
Competities worden gemaakt en beheerd via Company F van de Codemasters EA RaceNet. Oké. In competitie vinden die overeenkomt met je ervaringsniveau, schema, favoriete speelstijl. Iets nieuws is dit. Klasse en kwalificatie. Je kunt worden voor verdeeld in klassen, waarbij klasse eigen kampioenschap heeft met maximaal 20 deelnemers. Waar je meedoet, moet je zelf mogelijk klasseren door tijden neer te zetten in de tijdrit. Op deze manier kunnen de eigenaar en beheerders van de competitie een geïnformeerd besluit nemen over de klasse die jouw vaardigheidsniveau past. Oké, dus hier hebben we een app voor nodig. Kunnen we wel eens een keer naar kijken op die series, want het lijkt best wel leuk op zich. Even kijken, je bent geen lid. Kijken of ik de QR-code kan scannen. Gaan gewoon even openen, ik heb hem nu op de telefoon. Dat zien jullie niet. Misschien dat ik iets van schermopname kan doen. Ja, dit gaat starten. Nou, dit is dan dat RaceNet waar ze het over hebben. 503001 was volgens mij. Ja, gaan we aanmelden. Akkoord. Welkom to de EA RaceNet. Let's go. En dit is dan die app. Ik wist gar niet dat dit was. Maar nu wel. Kun je league createn. Zo. Nou, dit is dan die app. Wat dit is dan die app. Dus dat, ja, misschien dat we hier nog wat leuke dingen mee kunnen doen. Dus ja, interessant. We gaan weer door naar de rest. Ja, dat was de app. Dus daar kun je allerlei dingen op doen met competitie racen. Moeten we allemaal nog een keer uitzoeken. Dan hebben we hier Welkom in de wereld van F1 World. F1. Een reis door de sport die je evenementen biedt op basis van casual of competitief spelen, singleplayer of multiplayer, plezier versus realisme en alles wat er tussenin zit. Terwijl je speelt, verdien je upgrades die je in de garage aan je wagen en team kunt geven, waardoor je technisch niveau stijgt en je de prestaties krijgt die je nodig hebt om grotere uitdagingen aan te gaan. Onderweg bouw je een compendium op, vind je nieuwe manieren om je wagen en personage aan te passen. Verdien je trofeeën voor je trofeeënkast en nog veel meer. Dus als je klaar bent, ga dan naar het speelscherm om je eerste stappen te zetten in de wereld van F1. Oké. Dit is je garage. Als je de wereld van F1 speelt, verdien je upgrades die hier kunnen worden uitgerust om je technisch niveau te verbeteren. Upgrades worden opgesplitst in wagenonderdelen en teamleden. Teamleden hebben een contract nodig om te worden uitgerust. Upgrades verbeteren niet alleen je technisch niveau, maar bieden ook gameplay mods aan die de prestaties van je wagen en team op het circuit veranderen. Nieuwe items die je hebt gekocht worden hier weergegeven.
Laten we ze nu openen om te zien wat je hebt. Nou, schijnbaar door te racen kun je dus punten verdienen. En die punten kun je dan weer op je auto zetten. Dus dat is ook best wel interessant. We hebben één nieuw bericht. Oké. Plus 9 motorvermogen. Hier staat een geel dingetje nu bij. En dat hebben we dus nu op de auto staan. Oké. En zo kunnen we de autoschermen dus upgraden per race of zo. Aanpassen. Dat is waarschijnlijk racekleding, helm en dat soort dingen allemaal. Ja, coureursprofiel. Deze gewoon. Land, regio. Wij komen uit Nederland. Race nummer. Ik doe gewoon race nummer 15. Vrije tijds- en racekleding, dus je kunt hier, als je helm kiezen, welke helm is een beetje vet, op zich. We moeten ook een beetje bijpassend pak bij hebben. Dat zal dit pak zijn. Kunnen we altijd in de loop der tijd kunnen we dit pak weer gaan kiezen. Dat is wel een leuke houding. Dan hebben we nog casual kleding. Oh, een petje doen we ook gewoon op. Een brilletje. Dat is een leuke. Dit staat wel goed. Nou, gaan we eens even kijken, want wij hebben natuurlijk een beetje groen-goudige auto. Maar ik kies deze. Nee, die niet. Rood. Dan moeten we echt petje ook veranderen. Moet het petje eigenlijk ook gewoon rood maken. Zo, dat is onze casual kleding.
Hebben we liveries, dus voor de auto. Bewerken natuurlijk. Wat is een leuke livery? Zilver moet eigenlijk vervangen worden. Kijk eens aan. Nu hebben we iets. Op het eerste oog ben ik wel tevreden. Sponsordeals. Even kijken, maar volgens mij is de livery niet gelukt. Nee. Niet te veel van opzetten. Dat is onze auto. Nou, dan gaan we naar de badges. Bewerken. Maar ik laat hier gewoon lekker staan. Mijn plek. Kan ik ook aanpassen? Oh. Je kunt hier ziek veel aanpassen in de lobby alleen al. Laat die deelsmensen de muren. Omdat dan de verlichting. Wat de lomp. Dit, ja. Leuke plek, mooi. Dat is dat, dat is aanpassen. Gaan we naar, we gaan gewoon eens even naar spelen, compendium. Garage hebben we gehad. En hier moeten dus allemaal trofeeën komen die we kunnen winnen. Showroom. Dat zijn natuurlijk de auto's.
Dan gaan we naar spelen. Ik ben heel Dit is benieuwd het wat we actieve allemaal kunnen kaartenscherm, doen. je startpunt voor alle verschillende manieren om de wereld van F1 te spelen. Voel je vrij om te verkennen en wanneer je klaar bent om je reis te beginnen, selecteer je Series in de lijst. Krijg grip op basis precies van F1 World, wat het is, hoe je speelt en hoe je vertrouwd raakt met verschillende aspecten van de spelervaring. Oh, hier staat dus ook tijdrit, multiplayer Grand Prix. Dus als je met vrienden speelt, dan kun je multiplayer Grand Prix doen. Grand Prix, dat is denk ik de gewone. Ja. Nou, is alleen de vraag: zit carrière mode er nog in? Vorig jaar hadden we mijn team natuurlijk. Welkom op het seriescherm. Elke serie. Als je een serie voltooit, kun je toegang krijgen tot meer series, waardoor je steeds meer van de wereld van F1 ontdekt. Oké, series F1 World. Structuur van verschil F1 World waar je vrijgespeeld elke series een reeks event waarbij je elk event een primaire missie heeft die je moet voltooien om door te gaan naar de volgende evenement. Je kunt de optionele secondary missies nastreven voor extra beloningen. Als je een serie voltooit, kun je toegang krijgen tot meer series. Na verloop van tijd zul je steeds meer aspecten van de wereld van de Formule 1 ontdekken. Oké, weer. Competitief is de competitieve multiplayer arena van F1 23. Waarin spelers elke week strijden om hoger op te komen in de competitieve divisies. Selecteer wat zijn divisies voor meer informatie. Het is natuurlijk van EA. En competitieve divisies, dat lijkt een beetje, denk ik, op Division Rivals in FIFA. Elke week dat je speelt, kom je bij een groep met andere leden van je divisie. Gedurende 1 week strijd je met groepsgenoten om 1 plek aan de top van de ranglijst en daarmee promotie naar hogere divisies. Dit ziet er trouwens best wel leuk uit, moet ik zeggen. Gedurende de week kun je in elk competitief spel punten verdienen op basis van je prestaties en niveau. En niveau van je tegenstanders, hoe meer punten je scoort, hoe hoger je terechtkomt. Welke wekelijkse promoties? Aan het einde van de week worden spelers aan de top van de groepsranglijst gepromoveerd naar een hogere divisie. Een hogere plaatsing kan er zelfs toe leiden dat je meer dan 1 divisie promoveert. Dus blijf pushen. Hogere divisies geven een podiumpas XP bonus op evenementen zodat je sneller voortgang kunt boeken. Als je hoog genoeg wordt gepromoveerd, kan je het in de elite divisie opnemen tegen de beste competitieve spelers van de wereld. Eigenlijk een soort Division Rivals, maar dan in Formule 1. Maar het ziet er best wel leuk uit. En dan zullen we nu denk ik gewoon op deze week op Canada, Japan en Brazilië of zo moeten rijden. En dan moeten we zo hoog mogelijk komen, denk ik. Oké. Solo en multiplayer evenementen. Een reeks en dagelijkse, wekelijkse, seizoensgebonden evenementen voor zowel solo spelers als multiplayer fans, van multiplayer GP's tot raceweekvieringen en tijdrituitdagingen. Hier is voor iedereen wel iets te vinden, elke dag, elke week. Dit ziet er echt best wel leuk uit. Grand Prix. Ja, dit zijn gewoon Grand Prix. Ik ben aan het zoeken waar carrière mode of mijn team carrière zit. Dat kan ik nog niet vinden namelijk. Nou, dit is met vrienden. Hier kun je sessie maken denk ik, ja. Geen idee wat dit is. Zou ook wel iets meer vrienden zijn van bladeren. En deze tijdrit, daar kun je circuit, kun je gewoon eigenlijk je eigen tijd verbreken of rijden. Simracing.
Oh, dit is ook F1 Sim Racing. In-game evenementen open voor alle spelers. Winnaars van de kwalificatie-evenementen doen mee aan online races. Winnaars van Challenges-series strijden om één team en sluiten zich aan bij Pro-series. Dit is gewoon de e-sport-regio van Formule 1, zo te zien. Maar nou is mijn vraag nog niet beantwoord. Waar zit mijn team-carrière-mode? Doelen voor Toy 5 races, dan openen we dit. Zou dit dan mijn team zijn? Voltooi doelen in series evenementen en games voor competitieve punten om je bonusprijzen te verdienen en voortgang te maken in F1 World. Dat zit er niet in. Dat is het niet. Ik weet er, maar... Wat is dit dan? Voltooi doel toegang tot compendium. En hoe voltooi ik doel tot compendium? Voltooi de series, want breakpoint zou er ook in zitten. Alleen ik kan breakpoint ook niet vinden. Dus waar, misschien dat dat onder compendium staat, dat denk ik haast wel. F1 World is een volledig nieuwe modus in F1 23. Selecteer spelen om je te verdiepen en breed steeds veranderde skaria aan activiteiten en om upgrades te verdienen die technisch niveau vermogen en daarmee toegang geven tot uitdagingen. De garage compendium. Als je F1 World speelt, verzamel je stickers. Deze kunnen in het compendium worden geplakt. Een visuele geschiedenis van de sport en orde en alles wat met F1 te maken heeft. Voltooi notities in compendium om beloningen te verdienen. Waarmee je vooruitgang kunt boeken in F1 World. Met aanpassingen uiterlijk van je wagen en je personage van de zowel buiten... Al zowel op als buiten het circuit. Je prijzenkast is een visueel overzicht van je prestaties in F1 23, inclusief wat je gewonnen hebt in carrière. In showroom kun je alle wagens van het spel van dichtbij bekijken. De officiële F1 en 2 selectie, supercars natuurlijk, je eigen F1 wildwagen ook. Dus carrière mode zit er wel in. Maar waar? Waar zit dat? Superlicentie, mail, vrienden. Dat is de vraag. Want we weten dus, carrière mode zit erin. Zit dat dan bij series? Competitief of multiplayer? Nee, dat zijn die divisies. Grand Prix. En dit is. Je kunt zelfs in je eigen online wagen rijden op de circuit. Ook wel vet. En ja, natuurlijk is er ook nu circuit toegekomen, natuurlijk. Dat zou ik bijna vergeten. Namelijk Qatar, nieuw circuit, zit erin. Texas. Die zat er al in. Nee. Las Vegas is dat, ja. Qatar en Las Vegas zijn natuurlijk bijgekomen van ja, dit jaar, dus ook leuk. Ja, en dan is het nog steeds mijn vraag, waar zit het carrière mode? Multiplayer Grand Prix, daar zit dat niet bij. Het zit niet bij bladeren, toch? Heb ik dat nou over het hoofd gezien? Iedereen welkom. Dit zijn volgens mij gewoon online races. Ja. Sessie maken kun je daar, tijdrit. Ik heb een idee, maar dat is een vermoeden. Dat carrière-mode hier achter zit. Voltooi de series, welkom bij F1 World. Dus waarschijnlijk.
moet je Welkom bij F1 World voltooien. Drie ronden in Oostenrijk, topsnelheid, bandenslijtage laag. Voltooi de race. Nou, kunnen we wel even doen. Ja, is allemaal wel goed. Ja, simulatie. Ik kan hier bijna niks instellen, dus. Laat maar gewoon dit event starten en dan gaan we eens even kijken wat we dan vrij spelen. Dat gaan we nu doen. Want career mode moet ergens zitten, maar ook breakpoint zitten als goed is weer in. Maar de vraag is, waar zitten ze? Dus welkom dames en heren. Kies uw favoriete coureur. Kies uw favoriete coureur. Moeten wij kiezen? Nee. Oostenrijk. Oké, okay, Bas. Waar rijden we in? Oh, we rijden echt in zo'n supercar. Oh, hoe is? Ja, ik wil lekker staan. Race start. We moeten drie rondes rijden. Oh, we zitten nu al in. Oh, volgens mij zitten we al bij online players, of niet? Volgens mij wel. Ik moet alleen hopen dat we niet eraf getikt worden natuurlijk. We zijn trouwens heel goed weg moet ik zeggen. In deze korte race. We zijn echt goed weg. En wat ziet trouwens die beeld. Ik weet niet of... Die ziet er zo mooi uit jongen. Dit ziet er echt ziek mooi uit. Dit beeld. En ook gewoon hieronder. Daar waar de versnelling en alles. Waar je dat allemaal ziet gaan. Het ziet er ziek mooi uit. En ik rijd deze gasten er heel easy uit lijkt het al. Goed. Als het goed is gaan we dan dadelijk wel een keer. Is dit online en is dit een competitieve race? En zouden we straks omhoog moeten gaan? En ik weet niet of dit al met die divisies te maken heeft natuurlijk. Maar ik lig al bijna 2 seconden voor op de nummer 2. Dus ja. Misschien moet ik kijken of ik ergens niveau van online kan aangeven of zo. Want. Nou, daar komt hij wel aan. Komt hij nummer 2 wel aan. Ik loop aardig terug. Net bijna 2 seconden. Dus we moeten wel blijven rijden. Vooral niet slippen. Op deze rechte stukken, dat trekken we ze gewoon echt uit. Het beeld ziet er echt ziek mooi uit. En hier gaan we bijna te wijd. Ik heb geen idee of dit online players zijn. Ik zie allemaal Formula Rida of hoe heet die. Het lijkt wel alsof het online players zijn. Nummer 2 en nummer 3 zijn aardig met elkaar in gevecht. Wat ervoor zorgt dat wij akelig goed wegkomen hier. Het zijn maar 3 rondes dus ja. Een 1-10 zetten wij weg. DRS is ingeschakeld. Daar hebben wij niet heel veel aan, want wij liggen gewoon bijna 3 seconden voor op de nummer 2. En echt, deze graphics, gewoon dat beeld, de baan, ziet er zo mooi uit nu. Ja, vergeleken met Formule 1 2022 is qua beeld is het echt wel een upgrade. De baan ziet er mooi uit. Het ziet er echt wel. Dat hebben ze echt goed gedaan. We gaan deze race wel uitrijden. En hier lopen we even weg, joh. Die zijn met elkaar in gevecht achter me. En wij zijn al bij de finish nu. En wij zijn gefinished. En we hebben het eerste podium van het spel te pakken.
We zijn gewoon eerste. Lijp hoor. Het beeld ziet er echt mooi uit. Dat ze zo'n ongelofelijk resultaat hebben neer kunnen zetten. F1 World. Consistentie was vandaag echt belangrijk. Dat betekent dat je snel moet zijn, ronde na ronde na ronde. Als je dat kunt doen, dan kun je profiteren van de fouten van een ander zonder zelf fouten te maken. En met die aanpak kom je een heel eind. De gezichten van de top 3 staan enorm blij terwijl ze onderweg zijn naar het podium. Een welverdiende overwinning en een prachtige prestatie voor allemaal. En hebben we de eerste prijs al binnen. Van F1 World. Ja, podiumpas, daar gaat nu ook in al gebeuren. 60 XP, XP boost. 1100 XP. Dat krijgen we erbij. Nou, het is een nieuw format voor mij. Misschien is het voor jou ook een nieuw format. Maar het lijkt geen twijfel dat technisch het niveau is in F1 World. Als technisch niveau, nou, ik sta op 101. Technisch niveau. Maar gaan we eens even de start terugkijken. Dat zal hoogtepunt zijn. Hier starten wij. Zie gewoon dat wij goed weg zijn hier. Ja, we zijn echt goed weg hier. Ik weet niet heel veel, hier zijn we echt al weg hoor. Lijp hoor. Maar goed, dan gaan we eens even kijken. Want als het goed is, we hebben dus nu gespeeld. Dus dan zouden ook iets vrij moeten spelen of zo volgens mij. Zojuist een upgrade verdiend. Oh, we hebben upgrade verdiend. Toegevoegd aan je de wereld van F1 bij onze auto natuurlijk. Je technisch niveau. Kijk maar hier bij de garage. Hoe meer evenementen je kunt spelen, dus het is belangrijk om upgrades te gebruiken wanneer je kunt. Kijk hier, zeldzaam, bijzonder. Dit is 127. Die is ook geïnstalleerd al. En we hebben hier dit vrijgespeeld. Oh, Robert Clark. Uniek RD-hoofd. Nou, laten we die maar. Als je een nieuw teamlid uitrust, moet je een contract verstrekken. Elk contract kent een bonus mod toe aan dat team. Als je een contract vervangt, wordt het huidige contract vernietigd. Ongeacht het aantal. Oké. Die wel, Robert Clark. Dus ja, we hebben ook iemand gecontracteerd. Dus kijk, als het goed is, hebben wij nog niet dit vrijgespeeld. Voltooi de series, welkom. Je hebt zojuist een upgrade verdiend. Upgrades kunnen worden toegevoegd aan je de wereld van F1 wagen. Nieuwe upgrades kunnen worden uitgerust in de volgende is Groot-Brittannië. Ja, het is vooral nog. Welkom bij F1 World fase 2. Zullen echt, ik weet niet hoeveel fases er niet zijn. Maar in ieder geval, we moeten dat in ieder geval voltooien en dan spelen we dit vrij. Solo en multiplayer evenementen. En ik heb een idee dat hier misschien Karim op bij zit. Maar Karim, maar goed, ja, voor nu. Maar daar gaan we later mee verder. Mijn eerste indruk van het spel is eigenlijk best wel goed. Het beeld is goed.
Er zijn een hoop nieuwe dingen toegevoegd. Heleboel dingen die we nog moeten ontdekken, zoals van waar is carrière mode? Want en schijnbaar, waar was dat toch? Hier bij Companion stond van je prijskaart is visual overzicht van prestaties in F123, inclusief wat je gewonnen hebt in carrière. Dus carrière, het zit er wel in, maar de vraag is waar staat het? Dus dat moeten we nog even achterhalen. Misschien omdat dit natuurlijk. Ik heb 3 dagen eerder toegang omdat ik de Champions Edition heb. Dus misschien dat dat straks als de normale editie uitkomt nog toegevoegd wordt of zo. Of misschien later nog toegevoegd wordt. Maar dat is in ieder geval de vraag: waar is carrière mode en waar is breakpoint? Wat er ook als goed is weer in zou moeten zitten. Alleen dat kunnen we ook nog niet vinden. We hebben dus deze moeten we ook nog vrijspelen en doelen moeten we nog vrijspelen. Voor de rest hebben we het eigenlijk best wel redelijk gezien. We hebben in ieder geval een raceje gewonnen, dus dat is ook mooi. Ja, dus dan gaan we nu nog verder op zoek naar waar Karimot is, waar Breakpoint is. Maar dat is weer voor de volgende keer. Ik ga jullie nu bedanken voor het kijken naar deze video. Like deze video, abonneer op mijn kanaal en dan. Ja, dan denk ik dat ik jullie wel. Dan moet ik even kijken. Misschien dat er nog meer van Bullet 1 aankomt. Maar dan moet ik even kijken. Misschien meer van de series. Moet ik even kijken, want er is best wel veel leuke dingen hier in Formule 1 die interessant zijn te doen. Zoals hier competitief multiplayer. Daar kunnen we eventueel nog wat races uit doen. Series kunnen nog voltooien. Dus ja, ik denk dat er nog echt wel Formule 1 content aankomt. Maar voor nu. Like deze video, abonneer op mijn kanaal en dan tot de volgende keer. Ik zeg later.